Goeiedag. In deze video ga ik je uitleggen hoe jouw gevoel voor ritme kan helpen om moeiteloos te ondernemen. Want alles heeft een ritme. In jou heeft alles een ritme. Je hartslag, je ademhaling. In de natuur heeft alles een ritme. We hebben de seizoenen, maar we hebben ook de dag en de nacht. Eb en vloed. En nog veel meer ritmes. Maar ook in je bedrijf. Allerlei aspecten hebben een ritme. Je relatie met je klanten, je marketing, bepaalde levenscyclus van je diensten of producten. Überhaupt, je bedrijf zelf heeft een ritme. Jouw relatie met je bedrijf heeft een ritme. En wij neigen nogal eens om dat ritme te vergeten en gewoon vanuit wilskracht bepaalde stappen te willen zetten. Of te kiezen van, nu moet dit gebeuren, want ik heb een doel. En dat betekent als ik dat in milestones uitwerk, dat ik dan nu dit moet gaan doen. Het ritme betekent ook dat er een soort van grotere flow is die jou kan helpen. Hetzelfde is eigenlijk als het vloed wordt, om dan tegen die zee in te gaan zwemmen. Of als het eb wordt, dat je dan ook weer tegen die zee in gaat zwemmen. Terwijl je ook de stroming die er dan is, kan gebruiken. Dus mijn advies is om het ritme van je bedrijf, of de aspecten van je bedrijf, te gaan opzoeken, te gaan onderzoeken. En het vervolgens ook te gaan volgen. Dus je kunt jezelf eens afvragen, makkelijk ritme om daarbij aan te houden, van de relatie met deze klant, is dat een inademing of meer een uitademing? Dus vraagt het meer om actie of vraagt het meer om niet-actie? Of stel ik een hele grote uitademing, is het misschien zelfs, vraagt het om creatie of vraagt het om destructie? Moet ik het de banden aanhalen of moet ik juist de relatie verbreken? Nou, zo kan het ook met je marketing. Moet ik actief mijn marketing gaan doen op dit moment? Of is het wat meer passief, rustig, in een soort van stilte? Moet ik juist dit gaan creëren of moet ik het juist gaan afbreken? Nou, door deze ritmes in je bedrijf te volgen, zal je merken dat het veel moeitelozer gaat. Omdat je gebruik maakt eigenlijk van de beweging die er al is. En door de gebruik te maken van die beweging kan je veel meer voor elkaar krijgen dan dat je vanuit wilskracht dingen gaat doen. Nou, ik wens je heel veel plezier daarmee.